Mitchell. Een tijdje geleden dat we je hebben gesproken. Harde trainingssessie gehad, zie ik. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ik ben nu weer op de terugweg en ik heb een moeilijke tijd gehad. Ik heb natuurlijk operatie gehad. Je komt nieuw bij de club, je wilt laten zien van wie Mitchell Dijks is. En dan is het lastig dat je dan na de derde training eigenlijk al geblesseerd het veld uitgaat. En dat je dan eigenlijk anderhalve maand moet revalideren. Ja, hoe was die periode bijvoorbeeld voor jou? Ja, het was echt wel een lastige periode. Ik heb twee operaties gehad in mijn leven en dit is dan één van. En ja, natuurlijk voor een voetballer is het sowieso zwaar om terug te komen eigenlijk van een blessure en van een operatie. En ik heb goede mensen om me heen, maar toch mentaal hakt het er natuurlijk ook in. Ik heb natuurlijk mijn mensen om me heen, psycholoog, acupunctuur, dat soort dingetjes die houden me dan toch wel gewoon van de straat. Maar praten met mijn moeder, met mijn vrienden. Ja, dat houdt me wel een beetje op de been. Ik heb je vandaag op de training gezien. Je ziet er fit uit. Waar sta je nu? En ik ben eigenlijk nu begonnen met de trainingskamp met afvallen. Ik heb nu alleen maar eigenlijk salades zit ik te eten. Ik ben nu ook conditioneel gaat het wat beter. Ik merk wel dat ik nog niet daar ben. En dat is ook logisch natuurlijk, maar ik heb nu nog 4 weken tot 7 januari eigenlijk dat ik mijn ding kan doen. En ik voel gewoon elke dag dat ik beter word, conditioneel, maar ook gewoon in het team. Je bent weer jezelf, zo ziet het eruit. Hoe voelt het dan bijvoorbeeld dat na zo'n periode de zon weer begint te schijnen? Ik heb eigenlijk ik heb ook al zo'n tattoo. Je moet het dal zien en voelen om te weten hoe mooi die piek is. Ja, dat heb ik nu eigenlijk altijd. Ik ben echt van een dal, kom ik eindelijk weer hier. Ik kan eindelijk weer in de weide kan ik rennen. En daar gaat het om. En ik ben voetballer geworden omdat ik het leuk vind. En omdat ik lekker mijn ei kwijt kan. En dat kan ik eindelijk weer. Hoe heb je bijvoorbeeld de eerste maanden bij Vitesse ervaren? Moeilijk. Je komt hier als aanwinst. En dan kom je hier en dan ben je gelijk geblesseerd. Je kan niet belangrijk zijn voor het team. Je wilt brengen wat je eigenlijk kan en dat niet kan door omstandigheden. En nu eindelijk, wat je zegt, de zon gaat schijnen en ik voel me steeds lekkerder. Na de winterstop zijn er nog 20 wedstrijden te gaan, er zijn er pas 14 gespeeld. Ja, hoe kijk jij daar bijvoorbeeld naar? Ik ben hier nu voor mezelf, ik wil fit worden, ik wil kilo's kwijt, ik wil belangrijk zijn voor het team. Ja, daar gaat het nu om. En tuurlijk kijk ik naar 7 januari, de eerste wedstrijd tegen AZ. Maar ik kijk nu per dag meer van fit worden, fit blijven. In de avond ben ik ook, ik heb een appartement met Millian en Ryan. We zitten elke avond zitten we de yoga te doen, we zitten te mobiliseren. Ja, ik ben echt bezig met mijn lichaam en dat heb ik ook nodig, omdat ik kom toch van een achterstand. Dus ik ben nu gewoon dag per dag ben ik aan het kijken hoe het met mijn lichaam gaat. Kun je misschien wel iets vertellen wat jouw verwachting is van het tweede seizoen zelf bijvoorbeeld? Ik denk nu ook met deze nieuwe trainer. We zitten veel meer in balbezit, we zitten meer met aspecten te trainen. En ik denk dat het nu langzaam ook in het team gaat draaien. Als ik nu ook kijk naar de positie spelen, dat is heel anders. Gewoon meer kwaliteit. Wanneer is het seizoen voor jou geslaagd? Voor mij persoonlijk 20 wedstrijden zonder blessure.